De staat heeft een traject ingezet om met het bedrijf Chinalco bauxiet te exploiteren in West-Suriname. Dit maakte Danny Latchman, voorzitter van de presidentiële commissie Ontwikkeling West-Suriname-Bauxiet, gisteren bekend tijdens een regeringspersconferentie. De functionaris zegt dat sinds vorig jaar een open call is gehouden met verschillende investeerders. Maandag hebben de bauxietmaatschappijen en de regering een MOU getekend. Dat in twee fasen is gegaan. Een request for expression of interest, die eind januari ingediend moest worden. In februari hebben wij die geëvalueerd. En in maart hebben wij een shortlist gemaakt. En die shortlist die hebben wij vervolgens wederom uitgenodigd voor een request for proposal. En die proposals die hebben wij eind juni binnengehad. Die hebben wij geëvalueerd op basis van een aantal criteria. Het heel proces is eigenlijk onderhaven geweest van de evaluatiecriteria van International Financing Institute. En in augustus hebben wij dat gepresenteerd aan de regering. En we hebben tevens ook gepresenteerd het raamwerk waarbinnen wij zouden willen onderhandelen. Latchman zei verder dat een plan van aanpak is gepresenteerd aan de regering. Hiervoor was in augustus al goedkeuring en zijn de onderhandelingen in oktober vervolgd. En die hebben wij donderdag, vrijdag afgerond, afgelopen donderdag, vrijdag. En daarover rapportage uitgebracht aan de president. Dat is het eigenlijk in een nutshell ten aanzien van het proces. Als je gaat kijken naar de kernelementen, en dit is een hele simplistische weergave van zowel de request for expression of interest, maar in het bijzonder de request for proposal, en zelfs daarvoor in april van vorig jaar het strategisch document dat is aangeboden aan de president, aan de regering, als het gaat om de ontwikkeling van de bauxietvoorkomens. En dan zie je een aantal parallellen daarin. Latchman geeft ook aan dat er zoveel als mogelijk waarde toegevoegd moet worden aan de bauxiet. Hiernaast moet er zoveel als mogelijk local content gegenereerd worden.